Van harte welkom hier in het Wilbert Museum Erfgoedhuis. Jullie gaan vanmiddag dingen bekijken en dingen nadenken over van heel vroeger. Er is een woongebied vlakbij Den Hout, dat heet de Contrij. En daar hebben duizenden jaren geleden al mensen gewoond. En dat wisten we natuurlijk wel. Maar we zijn daar nu een woongebied aan het ontwikkelen. Er komen heel veel nieuwe mensen te wonen. En dat woongebied in de Contrij, daar wilden gaan bouwen, geconstateerd dat er nog allerlei spullen in de grond zaten. Potjes en kammetjes en allerlei andere zaken waar jullie straks mee aan de slag gaan. Het is natuurlijk heel interessant om te weten wat er vandaan komt en wie die mensen vroeger waren die hier gewoond hebben. In 2010 zijn we daar begonnen met archeologisch onderzoek. En dat is een aantal jaren geleden afgesloten. En dat hebben we inmiddels vastgelegd in een boekje. En dat boekje ga ik zo meteen overhandigen aan wethouder Carla Bode. Als Carla even hier naartoe zou willen komen. Het boekje ziet er zo uit. En als je nou goed kijkt, dan zie je de foto hier. Dan zie je dat deze pot is die daarop staat. En degene die binnen het college van burgemeester en wethouders verantwoordelijk is voor de archeologie, is mevrouw Bode. En haar ga ik nu dat boekje aanreiken. En dan gaat ze zo meteen ook nog even iets tot jullie zeggen. Carla, gefeliciteerd met het resultaat. Ga ik de kinderen ook allemaal dit boekje? Nee, die krijgen hele andere dingetjes zo meteen. Okay. Het is zojuist al gezegd, ik ben dus Carla Bode, wethouder van de gemeente Oosterhout. Van onderwijs ook, dus ook van de scholen. Ik heb nog niet zo lang geleden ben ik een keer bij jullie op bezoek geweest. Dus toen was ik ook op jullie hele mooie school. Maar Richard zei het zojuist al, als wij ergens gaan bouwen, dan kijken we altijd in het gebied of er nog waardevolle sporen uit het verleden te vinden zijn. En dat heet dan archeologisch onderzoek. En door eerst die bodem te onderzoeken, voorkomen we dat er nieuwe sporen van vroeger voor altijd verloren gaan. Want ik vind het heel belangrijk om die sporen, dus of om dingen die we daar vinden, om die te behouden voor Oosterhout. En dat hebben we dus ook gedaan in de wijk Contrijen. En zover ik begrepen heb, zijn jullie daar ook met de school geweest. Heel veel. Maar in de Contrijen hebben we dus archeologische vondsten. Hebben we daar ook gekeken, omdat duidelijk is geworden dat daar heel veel van vroeger nog te vinden was. En ik weet niet of jij het gezegd hebt, Richard, maar 3000 jaar voor Christus woonden daar al mensen. En omdat jullie nou zo enthousiast allemaal waren, en ook nu vandaag enthousiast, gaan we dat afsluiten met een lespakket. Die is speciaal gemaakt voor jullie, voor alle groepen 7 en 8 van het basisonderwijs in Oosterhout. En we gaan zo meteen iets in elkaar knutselen. En krijgen we een klein beetje idee hoe zo'n mooie vaas die hier nou staat, hoe die dan weer in elkaar gezet wordt. En daar ga ik jullie zo meteen bij helpen. Ik hoop dat jullie mij ook helpen, want ik ben niet zo handig in knutselen. Maar daar gaan we denk ik maar aan beginnen, want ik denk niet dat jullie heel lang zitten wachten op mij te praten. Maar ik vind het wel heel leuk dat jullie hier zijn, in het Huis van Erfgoed. En dan zie je ook weer dingen van vroeger. Dus en dat is altijd leuk om straks te vertellen dat jullie die dingen van vroeger allemaal hier hebben kunnen zien. Nou, ik wens jullie in ieder geval een hele fijne, prettige middag. En we gaan nou maar beginnen, denk ik. Hè? Dankjewel Carla, dankjewel Richard. Ja, wat staat ons te wachten? Maar we zitten hier in het Huis van Erfgoed. En het Huis van Erfgoed wil zeggen, we gaan terugkijken naar vroeger. Het erfgoed heeft natuurlijk ook te maken met het speelgoedmuseum. Maar daar staat weer heel veel oude dingen waar je opa of je oma of mijn opa mee gespeeld hebben.
dat bewaren we, dat is goed, dat is erfgoed. En dat vinden we leuk om in de toekomst te laten zien. Wat ook leuk is, is wat we allemaal gevonden hebben. Dat heeft ook allemaal erfgoed, en ook van vroeger. En jullie moeten je nou een beetje inbeelden dat je niet 100 jaar geleden, niet 500 jaar geleden, niet 1000 jaar geleden, maar 3000 jaar geleden leefde. En wat had je toen allemaal? Toen had je helemaal niks. Alles wat je buiten ziet in de natuur, dat was er wel. En daar moest je het dan mee doen. Met de dieren, met de bomen, met de takken, met de beenderen. Met de beenderen. Waar haal je beenderen vandaan? Uit het skelet van dieren. Ja, dat zit dus ook onder de grond, net als deze potten. Die hebben ook onder de grond gezeten, zijn dus opgegraven. En die potten kun je dus, of die botten, die kun je ergens voor gebruiken. Waar zou je die voor kunnen gebruiken, denk je? Om op te werken. Wat zeg je? Om op te werken. Ja, in de pot. En hoe krijg je een pot gemaakt? Ja. Met klei. Met klei, hè. En gelukkig was er in Oostwoud en omgeving erg veel klei. Hier zijn ook kleifabrieken geweest, steenfabrieken. Heel veel leem is er gevonden en dat is allemaal van vroeger. Dus inbeelden van dat je dus met zo'n pot die je straks in elkaar gaat plakken, die pot gemaakt is met mensenhanden in de klei gevormd en dat daar het water gehaald moest worden. Want een flesje bij Albert Heijn halen is wel erg makkelijk voor ons. Dat heb je 3000 jaar geleden. Ja. Wat gaan we nog meer doen? Niet alleen die pot in elkaar zetten, maar we gaan ook een beetje een idee krijgen wat die mensen vroeger aandeden. Wij kopen gewoon bij CNA even een nieuwe winterjas. Maar 3000 jaar geleden, wat had je toen? Een huide, precies. En een lekkere berenhuid voor de winter. Leek me wel lekker om warm te zitten. Daar gaan wij met de huid, met leer, gaan wij, nou vooruit gaan we een armband maken of zo, of een haarbandje, of iets met leer bewerken. Maar dat doen we met de steentjes die je kunt vinden, die mogelijk heel erg scherp zijn om dat leer te snijden. Want een schaar is van ijzer. En dat was het toen nog niet. Nou, vervolgens gaan we ook nog wat kennis met elkaar delen over die potten. Gaan we wat lezen, gaan we wat opzoeken. En dat gebeurt dan aan deze kant. Zitten wij wel in het midden? Waar zaten we? Kijk, een vrouw of jongens. Dan moeten we gewoon eigenlijk vanzelf. Je ziet hier op tafel, zie je 5 verschillende potten liggen. Nou, helemaal verstukt, die zijn zo uit de grond gehaald. En die gaan jullie in elkaar zetten. We hebben hier schildersteen. Bij sommige potten plakt het nog, dus dat maakt helemaal niet uit. Zijn deze nou echt van vroeger? Nee. Dus het is wel de keramiek van vroeger. Dus die is, destijds heb ik gekregen dat... Dit is nogal een makkelijk potje, Carla. Dit is nogal een makkelijk potje, Carla. Hier, doe het niet maar. Je mag wel op een pot. Ik ben in groep 8. Ja, alleen ik hoor niet. Zij in groep 8? Nee, ik ben 10. 10. Ah, dat is groep 8. Zullen we naar een andere school? Nee. Wanneer ben je dat jaar? In september, oktober. In de meid. En dan ben je 11. In de meid. Heb je een klas overgeslagen? Ja. Heb je een pol geslagen? Ja. Zo doe je het. En waar ik school ga, hè? Doe. Met Grieks en Latijn. Deze is snel op jou. Kunnen we samen bewaren? Ik wil jullie helpen. Ik wil jullie helpen.
Ja, ik kijk er niet meer.